Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Zoete aardappel, dat is een tropische groente. Maar wist je dat die ook bij ons in België wordt geteeld? En ik ben hier bij Maarten in Blauwberg. Maarten, als je goed. Goedendag. Hoe ben jij daarmee begonnen met zoete aardappelen te God, dat was eigenlijk een hobby voor van alle eetbare gewassen te verzamelen. Ja? En dan zijn we uiteindelijk bij zoete aardappelen uitgekomen. Oké. Om dat toch eens te proberen in België. En ondertussen zit ik aan een 10 rassen en een 10-tal eigen selecties. Waar dat we toch al kunnen mee kweken. Ja. Cool, jong. Maar zoete aardappel, dat heeft ook een... dus bataat, dat is toch hetzelfde, hè? Bataat is eigenlijk de juiste naam. Oké. Want het heeft eigenlijk niks met een aardappel te maken. Een zoete aardappel ligt gewoon gemakkelijker in de mond. Het is een heel andere plantenfamilie. Het groeit eigenlijk zoals een klimop. Dus dat gaat zijn eigen echt een bodembedekker plat over de grond leggen. Ja. Ook de smaak van een zoete aardappel. Mensen vragen soms aan mij wel van zoete aardappel, is dat dan zoals een aardappel, maar dan zoeter? Ik vergelijk het voor je gebruik in de keuken veel liever met een worteltje of met een pompoen. Ja, ja. Het is veel zoeter. Kunnen we er eens zo'n paar uit de grond trekken? Ja, dat kunnen we zeker doen. Je gaat heel voorzichtig moeten zijn, want die knollen zitten echt naar overal. Okay. Dus je moet zien dat je ze niet kwetst. Hey, spannend, jong. Oh, gast. Wow. Hey, dat is een dikke loebas, hè? Dat is een schone zoete aardappel, wow, zo willen ze hebben. En kunnen we dat heel het jaar door verkrijgen? Nee, zoete aardappelen moeten eigenlijk echt oogsten half oktober. Okay. Het duurt tot 10 oktober voordat ze afgerepen zijn, voordat de schel dik genoeg is, anders gaan ze niet bewaren. En na half oktober wordt het eigenlijk te koud, dan gaan ze rotte plekken krijgen. Ah ja, dus het is wel echt een zeer kort seizoen. Ja, het is echt eigenlijk op 5 dagen tijd moet het allemaal uit zijn. Maar je kunt dat wel lang bewaren. Ja, dat je die op 15, 20 graden gewoon in de keuken legt, kunnen die gemakkelijk een heel jaar bewaren. Deze is nu 1 soort of variëteit, maar je hebt er nog, hè? Ja, deze is een typisch oranje. Dat is die dat we kennen. Die dat we kennen, inderdaad. Dus ja. Een licht oranje zijn pas geoogst, zijn ze nog niet volledig op kleur. Die heb jij hier al geoogst, of wat? Hier heb ik een paar rasjes klaar liggen. Ik heb hier bijvoorbeeld een paarse. Ook. Is iets bitterder, maar is een hele lekkere. Zotte kleur, hè? Ziet dat, dat is toch ongelooflijk dat hij in de natuur voorkomt. Toch? Het is nog niet uitgesproken zoet. Nee, ze moeten nog een beetje afrijpen. Dus deze zijn net geoogst. Mm-hmm. Ze zouden eigenlijk ideaal nog 2 weken moeten liggen om echt lekker op hun smaak te komen. Okay. Deze is een witte. Die heeft het voordeel dat je veel meer richting aardappel gaat. Ah ja, dus dat lijkt dan wel weer op een aardappel. Ja, dan is dat weer toch iets kruimiger. Zit iets meer zetmeel in. Maar ja. Ik weet dat omdat ik vroeger als klein manneke altijd patatten in het veld ging eten en dan had ik die rauw. Had ik altijd buikpijn. Smaakt daar een beetje naar. Je gaat er geen buikpijn van hebben, want er zit geen solanacine in. Omdat het geen dezelfde soort is als aardappel, kunnen die wel gaan eten. Wat je bij een gewone aardappel dus niet mag doen. Oei. Die kleine dikke? Dat is een gewone oranje. Beginnen we aan? Ja, kom. Hoorde het? Dat was er een. Dat is niet goed. Echt? Ja, je zit erdoor. Oh, Leon. Ik heb het gezegd tegen het luisteren. Ja, mei. En dan voelen, niet te... Dat was erin.